geleden op mijn story gevraagd wat jullie favoriete online webshops zijn. En ik dacht, ik ga er gewoon een XXL shoplog van maken. Dus zoals je ziet heb ik hier kleding, maar ik heb voor me nog meer kleding. Ik heb bijna 10 verschillende webshops. Ik laat jullie kleding zien. Ik heb van sommige webshops ook kortingscodes gekregen. Die zet ik even in de beschrijving. En ik ga ook de kleding aandoen. Een try-on shot. Dus laten we gewoon beginnen. De allereerste webshop werd echt super vaak genoemd in mijn story. En dat is Olivia & Kate. Ik ben er zelf nog niet bekend mee. Dit was mijn eerste ervaring met hen. En ik heb, ik denk, vijf items uitgezocht. Die laat ik aan jullie zien. Ik wil nog even een disclaimer geven. Ik word niet betaald door deze merk om dit te zeggen. Maar ik ben zelf ook altijd nieuwsgierig en op zoek naar nieuwe webshops. Dus ik dacht, ja, die wil ik graag met jullie delen. Dus we beginnen met de eerste. En dat is Olivia & Kate. Het eerste item is dit. Beige jurkje. Hij is lekker zomers en ik denk ook dat hij straks zit in de taille. En deze is €38. De tweede item is... Het tweede item is deze zwarte lange blazer. Ook van Olivia & Kate. Ik zie net dat niet elk item een prijskaartje heeft. Dus ik probeer alle prijsjes ook nog even in de beschrijving te zetten. Maar dit is een super flowy zwarte lange blazer. Het derde item is... Deze trui. Ik heb hem in groen gekozen, zoals je ziet. Ik heb een keer meer kleur dan alleen wit en zwart in mijn kledingkast. Dus ik heb een groene trui. Hier zit geen bonnetje in, dus je kan hem zo dragen en zo dragen. En hij is echt super zacht. Het vierde item is deze kooltrui. En zoals je ziet heb ik hem ook al best wel veel aangehaald. Hij is super lekker warm. Hij heeft een hele hoge kool, zoals je ook op de aanbeelden kan zien. En ja, in deze trui wil je gewoon verzuipen. En dan, allerlaatste item van Olivia & Kate is dit jasje. En zoals je kan zien heb ik meer van dit soort jasjes. En ik denk dat het echt gewoon een trend is. Ik wil je vertellen, ik ben echt amodieus. Ik heb er echt de balverstand van. Dus ik heb ook maar een beetje mijn best gedaan. Dit is zo'n suede jasje. En deze heeft knopen. Dat zijn geen drukknopen, maar gewoon knopen die je ook dicht moet doen. En dat is deze. En die kan je ook in de aanbeelden zien. Oké, de volgende webwinkel is Colorful Rebel. Ik ben er zelf wel bekend mee. Ik ben best wel een fan van die webwinkel. Maar ja, jullie waren er blijkbaar ook wel enthousiast over. Ik heb er een paar items voor mogen uitzoeken. Maar ik moet toegeven, ik heb ze ook al gedragen. Ik wil het namelijk niet laten. Namelijk, de eerste is deze trui. Zoals je ziet, hij komt net uit de was. Hij is echt super verkreukeld. Maar deze trui is zo lekker zacht van de binnenkant. Niet normaal. En ik hou echt van deze kleur. Ik denk dat het wel leuk staat bij mijn nieuwe haarkleur. Verder heb ik twee jurkjes. Ik vind dit perfect voor het festivalseizoen. In ieder geval deze. Dit is een stippeljurkje. En hij is super mooi getailleerd net om de borst. Dus hij doet echt heel veel voor je figuur. Die. En deze outfit is mijn nieuwe festival outfit. Ik denk dat ik hem aan ga doen met Kingsland. Ja, dat weet ik nu al. Sorry. Ik weet niet of nog meer mensen hier last van hebben. Maar ik weet nu al wat ik aan ga doen met Kingsland. Namelijk dit jurkje. Hij is zwart met geel. En je kan hem zo wikkelen. Dus je hebt er een goede taille in. Met dit echt sweaty jasje. Sweaty. Ik weet niet zo goed hoe je dat moet zeggen. Met dit sweaty jasje. En hij heeft dus fraaies aan de achterkant. Ik denk dus dat dit echt perfect is voor een festival. En ja, ik ben hier super blij mee. De derde winkel is The Wild Babes. Ik was daar zelf nog niet bekend mee. Jullie waren super enthousiast over deze webwinkel. En ik snap wel waarom. Want ik ben echt verliefd geworden op deze flared pants. Ik heb dan deze. Deze heb ik echt al heel veel aangehad. Hij zit super lekker. Hij doet best wel veel voor je figuur. En het voelt gewoon aan als een pyjama. En deze heb ik dan ook in deze print. Dus de andere is bruin met wit en dit is dan meer zwart met wit. Ik raad echt iedereen aan om zo'n broek te kopen, want je wil niks anders meer. Verder heb ik van hun ook deze. Dit is een lange jurk en ik hou er zelf echt heel erg van. Want ik weet vaak niet wat ik moet aantrekken. Dus wat doe ik dan? Ik trek gewoon een jurk aan met een panty. Want ja, dat zijn letterlijk maar, is maar één ding wat je moet uitkiezen. En ik hou van simpelheid. Zoals deze lange jurk. Hij is van Pieces. Maar hij is dus te koop bij de Wild Babes. En ja, hij is gewoon weer lekker kleurrijk.
En als laatste kan het natuurlijk niet ontbreken, een heerlijke trui. Deze wintertrui met rood, wit en roze. Ik denk niet dat ik hier heel veel over moet zeggen, maar... En ik moet me ook zeggen, ik vind de kwaliteit ook echt super goed van al deze items die ik nu laat zien. Want anders zou ik ze denk ik laten zien. Maar ik zou hier sowieso nog een keer vaker bestellen. De volgende webwinkel, die ook vaak is benoemd, heet Not Your Baby. Ja, ik denk dat dat ook best wel een beetje hip is, als ik dat mag zeggen. Ik weet niet of dat een ouderwetse woord is, maar volgens mij is het best wel hip. Dus ik heb daar vijf items uitgezocht. Een ketting, twee broeken, een jurkje en een trui. Ik heb ook geprobeerd om van de webwinkel zoveel mogelijk verschillende dingen te bestellen. Omdat dan heb je toch een beeld hoe alles er een beetje eruit ziet. Dan laten we beginnen met de trui. Deze mega dikke trui. Nou, echt overheerlijk. Kijk even deze jongen. Ja, hierin wil je ook wonen denk ik. Hij is echt super dik en warm. En ik denk dat het heel leuk staat op deze broek. Ik weet dat de trend met gaten helemaal voorbij is. Maar ja, ik heb toch een beetje scheid aan trends, denk ik. Want als ik het leuk vind, vind ik het leuk. Dit is een broek en die heeft hele erg gaten. Ik vind dat wel leuk voor festivals. Maar ik denk dat die trui er ook heel erg leuk op staat. Dan de tweede broek, dat is deze. Dit is een, volgens mij heet dat cargo of zoiets. Ik heb geen idee. Hij is een beetje rozig. Ik dacht, als ik eerlijk was, dat hij iets meer gelig was. Dan toen ik hem bestelde, maar hij is een beetje rozig. Hij lijkt wel heel strak in de taille. Je gaat nu in de aanbeelden zien of ik hem pas of niet. Maar hij voelt wel gewoon stevig aan. Maar ik moet wel toegeven, hij is wel iets anders dan ik had verwacht. Dan, hier kan je nooit genoeg van hebben, vind ik zelf. Is een, dit gaat heel lekker. Een wikkeljurkje. Deze is groen met geel. Die kan je gewoon om je taille wikkelen. En ja... Dat is de stoel, dat is geen scheet. En ja, dit kan je gewoon... Ik hou van dit. Ik bedoel, je kan het in de winter, of laten we zeggen herfst, lente dragen met een panty en laarsjes. Maar je kan het ook in de zomer dragen met een jasje erover voor festivals. Dus ja, hier ben ik sowieso heel blij mee. En als laatste, deze kettingset. Ik moet toegeven, ik ben zelf niet echt van accessoires. Ik draag altijd één ketting, dat is deze. En een horloge, nu toevallig niet, want dat rinkelt zo. Maar ik zag deze en ik vond deze wel heel leuk. Want ik denk dat deze bijvoorbeeld ook leuk staat op die trui die ik aan heb. Want dat maakt het net wat speelser. Dit is wel, moet ik toegeven, best wel heel licht kwaliteit. Nu is het ook gewoon goedkoop. Maar hoe cares? Ik niet. Dan heb ik ook nog een klein sieradenwinkeltje. Ik moet toegeven, deze is van een vriendin van mij. Maar ik ben gewoon heel trots op wat zij, wat ze doet. Dus ik heb daar ook een paar items van. Even kijken. Ik heb bijvoorbeeld het armbandje. Super schattig. Dit kettingje. Dit is mijn favoriet. Dit is gewoon een gouden ketting met een hartje. Ook leuk voor vriendinnen. Dat je allebei één hebt. Nog dit armbandje. Met een ananas. En als laatste twee oorbellen. Met sterretjes. Ik heb nooit oorbellen in, behalve met feestjes. En ik denk dat deze dan wel echt toepasselijk zijn. Oké, laten we doorgaan naar de vijf volgende webwinkels. Oké, de volgende vijf webshops. We gaan beginnen met Guts & Gusto. Ik moet toegeven, dit is echt mijn nieuwe favoriete, of mede favoriete online webshop. De kwaliteit, ik zal even het eerste item laten zien, is echt super goed. Dit is een blazer. In een beetje een rode kleur. Hij is echt super mooi, super zacht. Ja, ik hou echt gewoon hiervan. Volgende item van de Guts & Gusto is deze lange jurk. Zoals ik al zei, hou van lange jurken. En deze is groen met gouden details. En van Guts & Gusto, het is net als Color for Rebel, is gewoon een eigen labeltje. Dus het is echt een eigen merkje. Dat is deze. Ik ben altijd op zoek naar leuke uitgaansshirtjes. Ik vind dat namelijk altijd super lastig. En namelijk het volgende topje. Dat is deze body. Ik denk dat die perfect is voor uitgaan. Maar je kan natuurlijk ook gewoon stoerder combineren. Of gewoon die blazer van net eroverheen doen. Hij is laag uitgesneden aan de achterkant. En aan de body vind ik altijd belangrijk dat hij knoopjes aan de onderkant heeft. En dat heeft deze ook. En mijn favoriete item is toch wel deze blauwe jas. Deze draag ik op dit moment ook. Mijn sleutel zit er ook in trouwens. Ik hou van deze kleur. Het is gewoon dikker dan een blazer. En hij is lang.
Ik denk dat hij perfect is nu voor de tussenweer. En ik raad hem echt iedereen aan. Maar niet allemaal kopen, want dan lopen we allemaal in dezelfde jas. Volgende webwinkel heet Gesponnen Suiker. Ik was er nog niet bekend mee. Ik vind de naam als eerste super leuk. En ik moet toegeven, de verpakking is ook super leuk. Het is helemaal roze verpakt. En een roze papiertje. Je krijgt een koekje bij. Deze trui is toevallig van Gesponnen Suiker. Hij is mega lekker zacht. En heeft een super leuke kleur. Dus ja, zoals je kan zien, ik ben fan. Want ik draag het gewoon zelf ook. Volgende item is deze heerlijke zachte groene flare pants. Hij is super lekker warm. Want hij is dik. Hij is groen. En ik vind dat flare pants sowieso heel veel doen voor je figuur. En daarbij heb ik ook twee leuke t-shirts die je erop kan combineren. Die zijn ook van Gesponnen Suiker. Namelijk deze zwarte. Met een tekst erop. Er staat I speak fluent sarcasm. Ik kan dus geen Engels uitspreken. Dus don't judge me please. En dit shirtje is ook van Gesponnen Suiker. En daar zit op better an oops than what if. Ik vind het leuk. Trouwens, ik denk dat ik daar ook veel vragen over krijg. Over welke maat ik draag. Ik heb eigenlijk van alles een S of een 36 besteld. Ik ben zelf 1,70 meter ongeveer. Dus ja. Volgens mij valt alles wel een beetje zoals het hoort. En anders zie je dat wel in de aanbeelden als het te groot of te klein is. Maar ik heb in ieder geval overal S of 36 van besteld. De volgende webwinkel is Chiquelle. Chiquelle ben ik bekend mee. Ik denk de meeste van jullie wel. Maar jullie zijn er ook fan van. Maar sommigen wisten niet hoe de kwaliteit daarvan was. Dus ik denk ja, die moet ik natuurlijk ook in mijn shoplog gooien. Chiquelle heeft ook een eigen merk. En ik ben altijd heel erg tevreden over Chiquelle. Als je me op mijn Instagram volgt, zie je ook wel eens in mijn story dat ik van die lange gebreide jurken draag. Die komen meestal ook van Chiquelle. Ten eerste heb ik nu dit super schattige roze jurkje. Hij is echt perfect. Oh, Nina. Perfect voor de zomer. Hij is wel heel erg dun. Hij schijnt wel door. Dat is wel goed om te weten, denk ik. Maar als je er een zwarte kanten BH onder doet, ja, is het eigenlijk alleen maar heel leuk. En hij is lekker flowy. Ik heb bij Chiquelle ook accessoires besteld. Namelijk deze schoenen die naast me staan. Ik heb hier maat 39 van. En deze schoenen moet je zeg maar zo wikkelen. Ik denk ook sowieso leuk onder het jurkje die ik net liet zien. En ik heb ook een tas besteld. Een shopper. Dit had ik nog niet. Hij is echt super groot. Ik denk voor boodschappen doen is het heel handig. Er zit geen rits in. Dat is wel goed om te weten. Maar wel een touwtje. Dus je kan hem wel bij elkaar binden. Dus ik zou er geen portemonnee of zo in gooien. Maar stel je gaat naar het strand of boodschappen doen, dan is deze perfect. En dan heb ik nog een outfit van Chiquelle. Namelijk dit spijkerrokje. Ik moet toegeven, hij is wel heel kort. Ik hou er niet zo van als ik het de hele tijd naar beneden moet trekken. Want ja, ik ben er gewoon best wel een beetje lomp. Ik zit heel vaak met mijn benen wijd. Of ja, dat zeg maar. Dus ja, ik moet even kijken of ik dit oplos. Ik heb wel een tipje. Wat ik namelijk doe, is als ik een oude panty heb, dan knip ik de onderkant eraf. En dan heb je gewoon een soort van ja, broekje, shortje. En dat doe ik vaak onder rokjes. Dat als ik toevallig met mijn benen wijd zit, dat je niet mijn kruisje kijkt, maar dat je een soort van zwarte broekje ziet. Dat is deze. En dan heb ik nog twee shirts die erop kunnen. Namelijk deze. Dit stofje is echt super lekker zacht. En deze ook heel silky. Met een leuk printje. Dit is echt goede kwaliteit. Tenminste, zo voelt het. En dan heb ik nog wat sexier topje. Dit gaat heel goed. Namelijk dit wikkeltopje. Die is ook heel lekker zacht. Hij schijnt wel een beetje door. Ik weet niet of je het kan zien. Dus hier zou ik misschien eerder een huiskleurige BH onder doen. En die wikkel je dan op. Die is wel heel sexy, maar ja, ik denk met een festivalletje kan dat prima. Oké, de ene laatste webwinkel heet Overdose de Label. Ik was er niet mee bekend, maar veel van jullie hadden naar mij gestuurd. Het blijkt best wel een beetje nette kleding te zijn, maar wel ja, heel hip. Ik vind hip echt een kutwoord, maar ik weet even, cool is ook weer zo'n kutwoord, dus ik weet even niet hoe ik het moet zeggen. Ten eerste heb ik dit supermooie blazer jurkje. Zij hebben ook gewoon een eigen merk. Hangt ook gewoon een eigen label in. Ik vind hem echt super cool. Het doet me een beetje denken aan Nicky. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar vind ik wel. De kwaliteit valt super goed aan. Hij heeft ook schoudervulling. En ik vind het echt heel cool. Ik denk als je deze draagt met hoge zwarte laarzen, dat het gewoon heel vet is. Dus ik ben echt blij met deze ontdekking als nieuwe webwinkel. En daarbij heb ik ook dit pak. Nou, deze kleur vind ik ten eerste geweldig. Super fel blauw.
Deze moet wel toegeven, dit jasje is wel iets dunner kwaliteit dan het blazerjurkje. En daarbij hoort dan ook deze blauwe pantalon. Ik vind het heel cool. Heb je nog een pak nodig? Ik zou het sowieso hier kopen. Het broekje is ook lekker dun, dus ja, ook niet te warm. En ik vind het ook heel cool dat gewoon in hun knopen staat ook hun eigen naam. Dus het is echt hun eigen merk. En je gaat nu eventjes zien hoe het er bij mij uitziet. Dan, de allerlaatste webwinkel heet Living In by Romy. Jullie waren hier razend enthousiast over. Ze heeft ook volgens mij een winkeltje in Amsterdam waar je gewoon in kan. Ze heeft kleding, maar ze heeft ook interieurspulletjes en daar hou ik van. Ik heb ook een kussen van haar gekregen, die zet ik nu even in beeld. Maar zoals jullie weten, ik heb twee katten en die hadden een beetje last van hun blaas, denk ik. Want het kussen zit nu in de wasmachine. Dus die zet ik eventjes in beeld. Maar ik heb van haar dus ook deze ontvangen. Dat kussen is trouwens echt fucking mooi. Dit zijn twee kandelaren. Ik hou van goud. Heb ook sowieso gouden details in huis. Ja, deze zijn ook gewoon best wel zwaar. Dus het is niet van dat lichte materiaal. Ik vind het heel leuk. Maar ze heeft ook kleding en die laat ik nu ook even zien. Zoals ik eerder al zei, zijn volgens mij van die dikke jasjes. Ik weet niet zo goed wat voor materiaal het is. Ik laat het nu zien. Dit soort jasjes helemaal in. Ik heb dus ook een van haar ontvangen in het rood. Ik hou van rood en blauw. Ik denk dat ze toch wel een beetje mijn kleuren zijn. Als ik dat kan zeggen. Hij is gewoon super lekker dik. Stel ik echt koud, kan ik er gewoon lekker overheen gooien. Ook dit jasje heeft gewoon van die knopen die je open en dicht kan doen. Dus hier ben ik heel blij mee. En dan heb ik ook nog een ander jasje van haar ontvangen. Dit is een ander stofje. Het is meer een beetje denim stofje. In panterprint. Ik denk dat het panterprint is. Super vet. Het is wel voor mij uit mijn comfortzone. Want ik draag eigenlijk nooit echt heel veel printjes en jasjes. Maar misschien moet ik dat toch iets meer gaan doen. Dus hier ben ik ook blij mee. En dan de allerlaatste item is deze witte mom jeans. Ik hou sowieso van mom jeansen. Of is het een boyfriend? Nee, het is een mom jeans. Ik hou sowieso van mom jeans. Ik heb er nu ook een aan. Voor de mensen die het vragen, deze is van de Monkey. Ik was heel erg lang op zoek naar de perfecte. Dat is deze. Ik heb hem nu in het wit. Ik moet toegeven, ik ben heel slecht in witte broeken. Maar ja, je moet het toch een keertje proberen. Dus dat is het allerlaatste item. En dan, ja, wil ik zeggen, ik hoop dat jullie deze shoplog niet te snel vonden gaan. Ik hou zelf niet zo van een shoplog waar urenlang over één item wordt gepraat. Heb je nog vragen over de kledingstukken? Stel ze even in de comments. Ik heb van sommige webshops dus ook een kortingscode gekregen. Die zet ik in de beschrijving, zodat ik jullie ook leuke items kunnen scoren, maar dan met korting. Want ik hou zelf ook heel erg van korting. Ik ben nog vergeten te zeggen dat dit riempje die ik om heb, is ook van de Wild Babes. Dus ik ben helemaal gesteld door al deze webwinkels. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Zet even in de comments of jullie dit leuk vinden. Moet ik dit vaker doen? Zou je wat anders doen? Vertel het me, want ik hou van goede feedback. En ja, als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan even en like en deel het met je vrienden. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei doei!